Hoi allemaal, de feestdagen die zijn alweer, nou ze komen eigenlijk alweer om de hoek kijken, het is bijna zover. Ik heb er dit jaar echt ontzettend veel zin in. Ik denk dat het komt door alle pressure van het leven op dit moment. Dat ik dan eventjes uitkijk naar alle leuke dingen van de feestdagen. Even gewoon doen alsof er helemaal niks aan de hand is en alsof het leven gewoon één groot feest is. Maar goed, dat daar gelaten. Ik heb vandaag weer eens een haarvideo. Ik weet dat ik echt voor mezelf had besloten van oké, ik ga iets minder haar doen. En ik doe ook iets minder haar op mijn blog bijvoorbeeld. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om voor de feestdagen speciaal wat kapsels te laten zien die je voor jezelf kan creëren. Ze zijn, ik vind ze niet zo moeilijk. Je kan ze ook best wel snel klaarspelen, wat ook niet onbelangrijk is natuurlijk. En je hebt er ook helemaal niet zoveel voor nodig. Ik denk dat het belangrijkste is dat je bobbypins hebt, dus van die schuifspeltjes hebt. Misschien leuke glitters, leuke accessoires. Ik hou daar zelf persoonlijk best wel een beetje van. Bijvoorbeeld zo'n kettingje, zo'n hoofdtooi ding. Ik vind dat, ja, je kan het zeggen dat het een beetje over de top is. Maar soms mag je ook best wel een beetje over de top zijn, toch? Goed, laten we snel beginnen. Ik laat je in deze video 3 kapsels zien die helemaal geschikt zijn voor de feestdagen. Of eigenlijk gewoon any day als je het mij vraagt, want waarom niet? Ik heb mijn haar al verdeeld in 6 vlechten de avond hiervoor. Ik heb gewoon moisturizer en een beetje shea butter mix gebruikt. Het exacte recept hiervan zal ik snel op mijn blog zetten, zodat je het ook zelf thuis kunt maken. Het scheelt enorm veel geld. Ik heb de vlechten losgemaakt en nu haal ik ze voorzichtig, voor zover dat kan, uit elkaar. Zodat mijn haar wat voller wordt en de plukken niet meer zo aan elkaar vastzitten. En dit is dan het resultaat. Ik wilde een beetje gek doen. Ik vind deze krul zo mooi. Ik vond het bijna zonde om hem los te maken. En dan is het tijd voor het haarkettingje. Deze heb ik van de Primark. Ik was meteen verliefd toen ik hem zag. En ik moest hem gewoon hebben. Ik wist nog niet wat ik ermee ging doen. Maar zoals je ziet kan je er makkelijk kapsels mee creëren. Ik doe hem gewoon op het midden van mijn hoofd. Ik doe hem gewoon op mijn hoofd en bevestig hem dan met 2 bobbypins aan de zijkant van mijn hoofd. Ik doe er een plukje haar overheen zodat je het elastiekje niet meteen kunt zien. En dit is dan het resultaat. Op naar de volgende look. Ik zet 2 plukjes aan de voorkant, die laat ik los, die zet ik even aan elkaar vast. En vervolgens ga ik 2 helften op mijn haar ga ik flat twisten, maar heel grof flat twisten. Zodat mijn haar nog een beetje vol en bol zit en ook zodat je de patronen van de braid out nog een beetje ziet. Dit hoef je echt totaal niet netjes te doen. Ik vind het juist leuk als het een beetje rommelig en vol zit. Flat twist is eigenlijk gewoon twisten en steeds weer een stukje haar erbij pakken. Je hoeft het echt niet netjes te doen. In dit geval.
Aan de achterkant verstop ik de twee uiteindes in elkaar en bevestig ik ze nog voor de zekerheid met twee schuifspeldjes. Dan de voorkant, de twee plukjes. Die zijn helemaal goed zo, omdat ze nog steeds het patroon van die braid-out hebben. Fabulous. En dit is dan het uiteindelijke resultaat. Maar ik zou mezelf niet zijn als ik het kettingje er niet bij zou doen. Dit keer doe ik hem aan de achterkant van mijn haar. Voor net een klein beetje die extra sparkle. En ik gebruik altijd maar één schuifspeldje, gewoon voor de zekerheid. Het zou ook zonder schuifspeldje kunnen, maar just to be sure gebruik ik toch nog een schuifspeldje. Op naar kapsel 3. Hiervoor maak ik een zijscheiding. En deze scheiding die maak ik niet altijd netjes. Gewoon een beetje op gevoel kijken waar je natuurlijke scheiding valt aan de zijkant. En ook nu ga ik weer flat twisten en ook weer heel losjes, heel grof, zodat het patroon van de braid out nog zichtbaar is en mijn haar nog lekker vol en groot zit. Ook aan deze kant ga ik weer flat twisten. Ook weer heel grof en heel losjes. Flat twisten is dus twisten en steeds als je een plukje omdraait, pak je er weer een nieuwe pluk haar bij. Dus ik twist. En ik pak er weer een nieuw plukje haar bij. En ik twist door. En weer een nieuw plukje haar bij. En zo gaan we door totdat het niet meer kan. Deze uiteindes die stop je in elkaar aan de achterkant en bevestig je met een bobbypin voor de zekerheid zodat ze niet loskomen aan het einde van de avond. Uiteindelijk kan je het nog een beetje uit elkaar halen zodat het nog poefier en nog iets groter wordt.
En voor dat extra detail gebruik ik nu weer een haarkettingje. Deze is van de Forever 21. Je kan hem aan de voorkant van je haar bevestigen. Heel erg jaren 20, Great Gatsby-stijl-achtig. Maar wat je ook kan doen, is hem gewoon weer aan de achterkant vastmaken. Zodat je dat extra detail hebt wanneer je langs de mensen loopt. Laat me weten welk kapsel jij echt helemaal het einde vindt en waarvan jij zegt van ja, Ro, dat moet je doen. Dat moet je doen met de feestdagen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad natuurlijk. En ik hoop ook dat je hele fijne en mooie feestdagen tegemoet gaat. Zie het als die tijd dat je samen kan komen, tot bezinning kan komen, tot rust kan komen. En even kan evalueren over je afgelopen jaar. En vooruit kunt kijken naar het nieuwe jaar natuurlijk. Ook niet onbelangrijk. Ik wens je hele mooie en warme dagen toe. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer je natuurlijk ook eventjes op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog als je deze video helemaal geweldig vond. Ik zie je graag de volgende keer weer. Nogmaals bedankt voor het kijken. Thank you for stopping by. And I see you when I see you. Ciao.